had je dat ook wel kunnen doen. Maar dat wist ik even niet. Even het woord aan Bart Bonnet, die voor ons even in het kort uit gaat leggen wat de vlag inhoudt. Laat bij jou het woord. Dankjewel. En vandaar dat ik de beek laat ontspringen als het ware. En, wat is dat toch eigenlijk een gezellige boel hier? Want er waren inderdaad gezellige koffie, krantjes enzovoorts. Maar ook is er een soort nostalgie naar die tijd, vlak na de oorlog. En geen wonder dan ook. Thank you.
nee, Wout Malemans was echt geen vreesman, maar daar zat de beek niet mee. Naast de zaak van Lely Rutte heeft Gerard de vrijgezel geklemd tussen de dames Wilders, af en toe een klok hersteld. Het winkeltje van Willem Rovers is er nu al lang niet meer. Een bloemenbak van Houten Bielse, daar zat vroeger Jan van Beer. Sigaren kocht je bij de kussen en was je voor de kerk in touw. Dan kreeg je rookwaar en een praatje, natuurlijk wel van naam zijn vrouw. De markt had ook een echte lunchroom. De beek die kocht er friet en ijs. De eigenaar, dat was Lee Bogert. Na hem kwam de dikke Thijs. Er is ontzettend veel veranderd, rond het beeld van het heilig hart. Veel winkeliers zijn er verdwenen, en anderen zijn net gestart. Geen zaak beveelt zich nog beleefd aan, het is totaal een andere klank. Je hoort ook nergens in een winkel, zeg houdoe en ook bedankt. Van toen, de middenstanders van toen. En onze eerste getuigendeskundige is Riet van Peerdeleke, destijds in levensmiddelen en nog veel meer. Wanneer bent u begonnen met koloniale en kruidenierswaardes? Mag ik vragen, gebruik ik uw betaalpasvaar? Nou jongen, ik heb al moeite om mijn eigenste verjaardag te onthouden, laat staan al die verrekte nummers van uw pincodes. Ik geniet. En uw mevrouw, hoe zit dat bij u? Zal ik jou er nou mooi eens even uitleggen? Doobie-doo-ah, de oorlog is compleet.
Baasjes voor de Giro. Baasjes naar de Giro. Voor de dokter, de kliniek. Baasjes zelfs voor de muziek. Ik heb heel erg lang gespaard. Doe het niet te lang. En al die creditcards vergaan. Doe het niet te lang. Ik heb ook mijn bedkrediet. Overschakelen op diverse cursussen gaan volgen om gas
maatschappij in het schamboze roem. De boeren van heden zo zakelijk verzuurd. Een combine als liefje en computer bestuurd. Zeeuws meisje is nog slechts reclame. Want de veel verloren zoon is niet. Die zit zich nog slechts te bekwamen op een groot computer, mijn leer. Computerprogramma, weet alles van de harde schijf, weet alles van het technische gamma, maar niks meer van ons vrouwenlijf. Het valt echt steeds meer te betreuren, de boerderij is een fabriek, een volautomatisch gebeuren. Maar zonder een klein romantiek. Dus weg met de vlog van het floppy. Ja, weg met de computerij. Geef ons weer zo'n echt boerenkoppie. Geef ons weer een vent in de wijn. Waar zijn ze gebleven, de kinkels van toen? Met handen als schuppen in een schoonboze boom. De boeren van heden zo zakelijk verzuurd. Een combine als liefje en computer gestuurd. Nee, hier zijn ze ook niet. Alleen het voorrijden kost al 30 euro. Ja, het is zo. Een goede vakman is nooit te duur. Maar we moeten wel kunnen krijgen. Ja, maar dat wisten wij al lang.
U kunt de drie linden niet vinden? Het gebouw staat in Prinsenbeek. Nee, niet heel Varenbeek. Prinsenbeek. Daar waar die roltrap moet komen bij het station. Daar bij de A16. Ja, u bent nu te laat. De consumptiebonnen zijn op en het buffet wordt net afgeruimd. Maar weet u wat? Volgende keer zullen we uw routebeschrijving een plattegrondje sturen. Dag, burgemeester. Multimiljonair de Rijk, 88 bijna lijk. Met de erfen is in zicht, zeer geplaagd door evenwicht. Stukken voor stukken, heel meteen. Het beste stuk, een stuk daarheen. Dat hulpstuk bleek zeer bekwaam. Zij is nu enig erfgenaam. Stukken voor stukken met Josephine, wat kan ik in wezen voor u wezen? Ah, Marie-Louise van Balen, hoe gaat het met u? En met uw voorkant? Nee, niet van uzelf, maar van moeder en Prinsenbeek. Wat kan ik voor u doen? U zoekt wat? Een primeur. U bent al dat beeksgeleuter een beetje zat. Nou, ik heb wel iets voor u, maar u heeft het niet van mij, hoor. Janus Ome, die gaat trouwen. Wanneer? Met Sint-Jutemis? De minister-president vond koning en excellent. Moest ook al voor enige tijd van zijn stress worden bevrijd. Een ambtelijk stuk ging met plezier, met hem stevig aan de zwier. S'avonds in Den Haag vandaag had hij het stuk nog in zijn graag. Wel een stukken, stukken, wel een stukken, stukken. Als laatste hulp bij ongeluk zal onze stukken zeker lukken. En een stuk staat stuk voor stuk. Wie niet mee dan fortuin.
was geen wonder, zelfs mobiel bellen ten onder. In de aula bij de keek raakte zijn vrouw te heel van streek. Want die voormalige belartiest belde zelfs nog uit de kist. Liefje, ik weet niet of je het weet, het wordt hier nu wel heel erg heet. Maar dan kwamen die boerenvrouwen allemaal van heel de week afrekenen. En
koffie drinken. Wat was uw specialiteit? Ja, was slachtoffer. En duizenden. En zeker met kerst en nieuwjaar, dan waren ze verschrikkelijk veel. En dan met al die jaren moesten we ze nog warm thuis brengen, hoor. Wil je nog meer weten? Vraag maar op, Bas. Bakt u ze ook wel eens bruin? Ja, tijd lid van een reisclub, zullen we dan Tona hier te zien. En dat betekent dus thuis ook niet als. Dat is een reisje georganiseerd voor 3 dagen naar Düsseldorf. En ik mocht dan wel ons power wel mee, maar ja, met een oudste zoon moest geboren worden. Dus als dat nou voor die tijd was, dan mocht ik mee. Laat het nou net dorst van tevoren zijn. En alles wat er nou had, alles was goed. Ze lag wel in het ziekenhuis, maar dat maakte niks uit. Alles was in orde. En toen had ze dan afgesproken met mij. Ik zal wel, of hoeveel dat ik lang zou, ik kon dat even met het ziekenhuis voordat we wegrijden. Ja, daar is nooit van te leven natuurlijk niks van gekomen. Was je kwaad? Zo in een huis was voor mij erg belangrijk. Hoeveel procent was dat? En wie weet dat? En hoe gaat dat nu? Nou, de bezorging, dat was toen toch wel 30%. En ja, ik moest natuurlijk met de transportfiets en mijn vader die reed met kar en paard. Dat is tegenwoordig wel anders. Geen bezorging meer. Maar allemaal in de winkel, eerst een nummertje trekken en in een file staan. Bij de slager, u heeft
eindeloos de fileren schuift, de rij slechts langzaam voor. Ben je binnen in de file voor bazijn harmonica. En dan verder zielsgelukkig de rijen naar Veronica. Alle zielen, alle zielen in de file, alle zielen in de lijn. Dikke dunne kleine koten, niemand kan er aan voorbij. In de file, in de file, in de file, in de file, in de hoe je het al bent of is. Iedereen wordt in de hemel in het heerlijkste textiel, waar je de boer mee opging. Hij woonde in Hoeven. Toen werd in Prinsenbeek de openbare school afgebroken. Stond hier op het hoekje Beekstraat en Kelstraat. En hij kocht het huis van de openbare school, dat was Beekstraat 3. En daar is je winkel in begonnen. Later ging dat over op zijn zoon. En ik ben met die zoon getrouwd. Ik was van tevoren onderwijsres. En zo kwam ik in de winkel terecht. En uw man, stond hij ook in de winkel? In het begin jaren wel, maar hij ging over de boer op. En hij niet alleen, verschillende collega's, dat kon een beetje plaatsen. En dan trokken ze elkaar met alles een keer in de Elza. Ja, dat was wel grappig, hè. Maar tot hoe lang heeft u de zaak draaien gehouden? Tot 1974, want toen stierf mijn man. Die was al langer ziek. En die had altijd gezegd, als er met mij iets gebeurt, dan kies je maar voor de kinderen en niet voor de winkel. En dat heb ik gedaan. Wat was een van de grote lopers uit het assortiment? En waarom was dat? Nou, een heel veel actieve waren overal. In die tijd hoefde iedereen een overal en iedereen ging in zijn overal als werk. En dan kwam bergjaarsje erover. En zo gingen ze aan het werk. En omdat mensen waarschijnlijk maar 2 of 3 overal in de week nodig hadden, verkocht werden ze verschrikkelijk veel. En wat kostte zo'n overal eigenlijk? Afhankelijk van de kwaliteit, wij verkochten verschillende merken, KLM, Lonneke, Havet, maar voor om en om de 2 tientjes. En kon men voor fijne lingerie ook bij staan gebruikt, hè? Nou, wij verkochten gewoon de gangbare lingerie, maar met het veranderen van de inwoners, die gingen ook steeds meer eigen stijl, probeerden wel een beetje daarop in te haken, maar echt de hele luxe lingerie. Ja, dat ging niet meer. Ik was een vrouw in de winkel en zei ze, ah, je moet het een hele luxe lingerie en alles kan kopen. En dan zei ik, als ik nou beloof dat ik met alle vrienden hier een lingerie kon kopen, dan probeer ik al die mooie lingerie te krijgen. Maar ik moet van alles een dozijn nemen, dus je moet er wel veel meebrengen. De inkoop, hoe ging dat in die tijd? Kocht u zelf in? Wij waren lid van inkoopcombinatie Samen Sterk en die hielden 1 keer de maand in Utrecht een jaar door. Een beurs en daar gingen wij naartoe. Het was op ons, we moesten erin kopen, maar ook, het was ook een uitje. En als we niks te kopen hadden, gingen we wel op. En was er al een oude dagvoorziening? Een pensioenregeling? Nee, die was er niet. En toen wij de zaak overnamen, moesten wij een schoonouder, die moesten daar natuurlijk ook een inkomen uit hebben. Zijn er nog vragen in de zaal? Ja, ik had u toen ook vakantie. In het begin deed ik jullie niet. Ik mocht wel steeds mijn man. En dan zei ik als ik er net een kerkje kom. En dan zei ik, kom, als moeder is Jan Krijder, we gaan er eens een dagje naar huis. Kom dan tegenwoordig maar eens op. En dat is niet te gek, te ver of te duur. Thank you.
vader Abraham. Geitenmelken bij per verstand. Putje boven Niagara. Soep verkopen in de Sahara. En daarna verder door ons hol. Geblind doet de Mount Everest op. En terug op eigen houtje. Zonder sjempas, zonder touwtje. Daarna doe ik een ontwellingskuur. Bovenop de Chinese muur. Mijn hemel, de vraag reist hier al mee. Wat moet ik nou de volgende keer? Ik wacht op een aardbevingje van 6 op de Richterschaal. Daar ga ik dan heel snel naartoe, want dat is het toch helemaal. Ik loop daar door de straten overvol van menselijk leed. De angst, emotie en verdriet zijn helemaal mij besteed. En tussen al dat ach en wee, pik ik dan mooie naschok mee. Voor mij de absolute top, daar kan geen zoon meer tegenop. Vakantie, vakantie, steeds verder, steeds verder. Vakantie, vakantie, steeds meer. Geweest. Ik weet er echt al alles van. Dus zoek ik nu iets in de geest waarin ik haar ontscheiden kan. In Rusland schreef ik me al in om mee op ruimtereis te gaan. En dat is nog maar het begin, want ik wil er naar de maan. Ik wil eruit, de ruimte in, maakt niet uit waarheen en hoe. Ik wil eruit als maar even kan, desnoods naar de bliksem toe. Een dagen in de week, op de dagelijkse strijd. Voor de productiviteit, geloof het of niet. De economie geeft ons rust, nog duur. Aandeelhouder wint, iedereen en allemaal, en niets meer van het kapitaal. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, hoe de dagelijkse strijd voor de productiviteit, geloof het of niet, de thank you.
kinderen en de vrouw. Kinderen willen er niet aan, ze verhappen nu bestaan. Ja, zoals het eenmaal hoort, razen zij met anderen voort. We leven hier op een vulkaan, als dat maar goed kan blijven gaan. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, moet de dagelijkse strijd voor de productiviteit. Geloof het of niet, de economie geeft ons rust nog duur. 2 echte Beekse en al in de 80. Dat ze vanmiddag hier zijn, is dat niet prachtig? Ook u aanwezigen vinden dit beslist van mij een goed besluit. Hun beide mannen waren vroeger kruidenier. Lieve dames, komen jullie maar naar boven hier. Mevrouw van der Beemt en mevrouw van Peer, die in alle twee hopelijk worden. En dan rijd ik jullie iets uit met veel plezier. Daar rij je lang in zitten natuurlijk. U, mevrouw van der Beemt, u krijgt het allereerste exemplaar. Ja, kijk me maar niet zo aan, want het is werkelijk waar. Van alle kruideniers in het boek genoemd uit die en tijd, is van der Beemt als enige over. De rest zijn we kwijt. En dat kwam mede door uw inzet en dus vandaag. En u, mevrouw van Peer, die u straks allen op de kaft van het boek ziet staan. U kijkt me ook al zo ongelovig aan. U krijgt een schilderij van de enige ware echte. Waar straks de kleinkinderen om zullen vechten. Omdat u mij zo goed hebt geholpen en bijgestaan. Dames, dat jullie hier hebben willen zijn. Ik vond dit moment van de middag in elk geval erg fijn. En ga nog niet naar huis, maar blijf nog even. Want je moet tenslotte ook een beetje genieten van het leven. Dus drink je met rechtje drieën nog een lekker glasje wijn. Waar zien we dan? Ja, snel.
Jansen. Leon Nagelkerke. Ingeborg Spijkers. En Bart Donkers. Die hun bijdrage onderbrengt. En voor de heer Kavelaars, en voor de heer Van der Wijngaard, en voor mevrouw De Nijs. Gaan jullie nog even staan van de zaal van Peter? Mevrouw Papier. En Joost Postuma. Roel en Nico. Bedankt natuurlijk aan degene die jullie tot dit niveau gebracht heeft en die jullie regisseren. En daarom even op het podium Jaap Koemans, de regisseur van Afrika. Ja, dames en heren, ik heb natuurlijk heel rijk aan de dag gemaakt. Het zou allemaal niet hebben kunnen gebeuren als we niet vorig jaar Kees Nagelkerke tegen mij gezegd heeft: Ad,
het lijkt me zo leuk om een boek te schrijven over de Prinsenbeekse middenstand. En ik zei, Kees, dat moet je doen. En daarom is hij vandaag ook hier. En we hebben hem juist al op het podium gezien. Maar Kees, komt dan nog eens even uit de coulissen. Want als alles niet kunnen gebeuren zonder dat jij dit boek had willen schrijven. Dames en heren, nog even een fantastisch applaus. Dus zo meteen moeten we alle stoelen gaan ruimen. Normaal lukt dat in een minuut of vijf wel. Maar ik vraag u daar allemaal uw medewerking voor. Dan even nou natuurlijk, want u wilt graag allemaal het boek zien. Wilt u het boek wat u in de Vogelkop al gekocht hebt, kunt u het afhalen aan de stand daar. Dat zijn die vier stands van de heen kunnen brengen voor u rechts, ja, en voor mij links. En daar kunt u het boek afhalen en daar kunt u ook uw boek kopen. Het boek kost nu, met ingang van vandaag dus, een normale verkoop, 12 euro. Een prachtig boek geworden, u mag dat niet missen. Ik zou zeggen, als u zo meteen hier van het podium verdenkt, gaat u dan meteen van uw stoel af, want dan gaan wij zo snel mogelijk de stoel uit. Dan wil ik natuurlijk u nog heel hartelijk bedanken, Deurentemarkt, de kraam, de standhouders, iedereen die aan het medewerken heeft aan deze dag. Heel hartelijk bedankt voor uw komst hier en ik hoop dat u genoten heeft van ons programma. Dank u wel en ik hoop dat u het vaak doet. Dank u wel.